dingen, Maarse dingen doet je goed. Maarse dingen moet je kijken in, Maarse mensen die je graag ontmoet. En ook voor herinneringen, Maarse hart soms maar kan zijn. Het is je stad, je eigen gevoel, vertrouwen is Haagse Rijn. Het bellen wee van Hagenaars, ook van de jongerij en voor de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Maar het Haagse leven, heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haagse als Haagse kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. In deze aflevering hebben we weer een verzameling leuke en bijzondere filmpjes. We beginnen met de afsluiting van de winterschool in Mariehoven. Zomaar alweer 2 jaar geleden hebben wij het oude stadsdeelkantoor hier in gebruik mogen nemen om wat te gaan werken aan wijkeconomie en aan mensen die onderweg zijn naar werk daarin te ondersteunen. Dus we hebben aan de ene kant de opdracht om mensen die in de bijstand zitten weer aan werk te helpen, maar tegelijkertijd ook naar andere wijkbewoners te kijken die binnenkomen van ja, waar loop je vast in werk en kunnen we daar iets in bijdragen. En vanuit het stadsdeel zijn wij er altijd op gericht om samen met de bewoners en allerlei organisaties in de wijk de wijk mooier, beter en leefbaarder te maken. En dat doen we heel vaak door avonden te organiseren, goed te luisteren naar de mensen. En op een van die avonden kwam eigenlijk naar voren dat er heel veel wensen en ideeën bij bewoners waren op het gebied van leren. Maar wat is dit precies? De winterschool is een initiatief van Wijkbedrijf Mariehoven en de gemeente Den Haag om voor- en doorbewoners activiteiten op te zetten binnen de wijk Mariehoven. Daarvoor doen we heel veel maatschappelijke klussen in de wijk. Bij de verzorgingstehuizen, bij de scholen. Misschien kent u de twee piaccio's wel, het hop-hopje, waar we op pleinen mee staan. Met speluitleen 5 keer in de week. We hebben de pick-up service, waarin wij mensen papier, plastic, glas en textiel ophalen bij mensen thuis die ons gebeld hebben van tevoren. Dat hebben we bij elkaar gebundeld. En daar is eigenlijk van de zomer de zomerschool uit voortgekomen en nu de winterschool naar Riehoven. En dat is een enorm succes. Nou, ik zie hier een dame. U volgt ook de winterschool. Wat heeft u precies voor cursus gevolgd? Ik heb digitaal vaardigheden gedaan. Ja. Wat heeft u zo opgepikt tijdens de les? Nou, heel veel. Weer meer durf. Nou, I see here a nice lady. And she followed the English lesson. What do you think about the lesson? Very good. I learn grammatica. I have learned. And I find it very good. Hier in huis zitten inmiddels heel veel gebruikers die allemaal min of meer ook in het sociale domein dingen doen. We hebben een club die begeleidt autisten die gewoon vastlopen in werk of in hun zijn en dreigen vast te gaan lopen, waardoor ze dreigen werkloos te worden. 3 weken lang zijn 20 cursussen geweest. Daar hebben heel veel mensen aan deelgenomen. En dat is natuurlijk fantastisch. Na de zomerschool en vervolgens in de winterschool met zoveel enthousiasme uit de bewoners van Mariehoven, daar ben ik enorm trots op. En ik zie het ook echt als een voorbeeld voor de rest van de stad. Om te kijken of we dat ook in andere wijken kunnen gaan uitrollen. Wat voor activiteiten moet ik dan aan denken? Nederlandse les, Engelse les, digitale vaardigheden, Russische les, creatieve workshoppen, naailes en bijvoorbeeld ook zelfverdediging. In de gang heeft u misschien een paarse kast zien staan bij de trap. Daar zit dat is een kast van Stichting Lotje, dat is een weggeefkast. Niet de kast, maar de inhoud moet vooral weggegeven worden van overschot naar tekort. Dus zij maken zelf bekend bij mensen, want nou mag je wat kleren willen, ga daar naartoe. Wij maken die kasten open, er gaan dingen in de tas. Mensen zijn blij.
Zij zorgen weer dat het aangevuld wordt. Een mevrouw uit de wijk is daar de coördinator van en die bleek nog alleen maar een diploma te hebben als schoonheidsspecialist, maar helemaal nog geen stek. Die wil je ook bevorderen dat zij aan het werk gaat. Dus zij heeft haar eigen schoonheidssalon hier ingericht. En doet u er ook wat mee? Ja, tuurlijk. Elke dag zit ik er wel even aan. Dus je bent verslaafd aan de computer? Nou, dat nou ook weer niet hoor, want ik sla ook wel eens een dag over. Maar ik zit er meer achter. Ik heb dezelfde cursus met hun gedaan. En Engels heb ik gedaan. En ja, het was leuk. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb een, ja, zeg maar, beginners Engels. Ik ben een oorlogskind, hè. Dus die hebben niet zoveel ondergrond. En toch weer het een en ander bij geleerd. Dat is voor mij een important conversation. Want nu, I look at BBC. En I read the subtitles. Yes. And so I learn too. I just wanted to thank you for all people that attended English classes. I think it was a success. We, as students, learned a lot, as well as hopefully you learned a lot from us. And after having a successful winter school, we're continuing with English classes as well. So for anyone who's interested, you can also join us. It's going to be for 6 weeks. En ik vond de digitale ga ik 6 weken mee door nog. Want het leuke ervan is dat je zelf aan kan geven wat je moeilijk vindt. Ik wilde leren om foto's op internet te zetten. Nou, dat heb ik toch wel aardig geleerd. Dus ik vond het wel leuk. Nou, ik wil ook zeggen dat ik het erg leuk vond de afgelopen weken. Ik kan me ook herinneren van een van de cursisten dat ze zei dat ze het leuk vonden met een voldaan gevoel. Naar huis ging. Je hebt een bijzondere doelgroep waar je mee bezig bent geweest. Hoe pakken ze het een beetje op? Ja, ze pakken het goed op. Ze vonden het vooral leuk om te doen. Het gaat wel vaak met heel veel geduld gepaard. Dus computers zijn vaak voor de oude generatie moeilijker om op te pikken. Dus ik als leraar moet een beetje geduld hebben met de mensen als ze het willen leren. Er is een website, hildenhaagsport.nl. Daar vindt u alle sportaanbod, maar ook dus alle beweegaanbod, zoals die rollauto race, bij u in de buurt. Dus dan kunt u altijd, of met hulp van iemand anders, online kijken wat is er te doen bij mij, welke aanbiedingen kan ik op ingaan bij mij in de buurt, om lekker in beweging te komen. Daar ben je vandaag hier aanwezig. Als, uit welke hoedanigheid zeggen ze dan altijd? Nou, hier zijn heel veel mensen afgelopen winter in beweging gekomen. Ze hebben allerlei cursussen en opleidingen gevolgd. En er zijn ook een aantal sport- en beweegactiviteiten bij geweest. En ik vind het heel fijn om hier even een kort, klein mini-podium te krijgen om de campagne Sport van de gemeente Den Haag uit te dragen. Mensen moeten in beweging komen. Dat is goed voor een gezonde leefstijl. En bewegen naar werk, bewegen naar een gezonde toekomst. En ik hoorde ook mensen kunnen ook ideeën aandragen. Ze kunnen ideeën aandragen bij ook het stadsdeelkantoor. En men kan het ook via de gemeente Den Haag opgeven, maar ook gewoon rechtstreeks naar het stadsdeelkantoor. En alles verwijzen wij ze door. Maar aan het eind, dan leren ze eigenlijk hele kleine handelingen. Als het openen van een webbrowser en het checken van je e-mail. En heel veel verder dan dat gaat soms niet. Maar dat vinden ze eigenlijk al hartstikke leuk. Als dat al gaat, dan zijn ze eigenlijk heel erg blij. En de reacties waren vrij enthousiast. Het is natuurlijk niet onze prestatie, maar het is vooral jullie prestatie die jullie hebben met elkaar mogelijk gemaakt. Maar niet alleen dankzij jullie, maar ook dankzij de inzet van vele anderen. En in Engels, I can understand, but it is for me difficult to speak in English. En ik kan me wel uitdrukken in verschillende dingen, maar zinnen vormen is moeilijk. Dat is gewoon een stukje tekort aan ondergrond ook, hè. Ja, maar ieder beetje Engels helpt, hoor. Ja, daarom. Daar ben ik ook wel van uitgegaan. Ik steek er altijd wat van op, hoor. Dus het was leuk. Ik kan niet anders zeggen. Wat hopen jullie een beetje met al die lessen te kunnen bereiken? Te kunnen bereiken is niet alleen dat men bijvoorbeeld digitale vaardigheden waren vrouwen van 70 plus. De oudste was 86. En het is meer ook mensen actief maken, mensen wat leren, maar ook de sociale contacten. En dat is goed gelukt. Als u straks weggaat en u loopt even in de gang, daar is ook een historische kamer. Meubeltjes uit grootmoeders tijd, waar heb ik het precies over. Die kamer gebruiken wij om mensen waarvan we zeggen die vereenzamen in de wijk, die kunnen best wel eens een keer wat leuks doen, willen we ophalen.
hier een paar uur leuk verblijven, het winkelcentrum ook nog even bezoeken en weer terug laten gaan. Dus als u denkt, ik heb nog een buurvrouw waarvan ik denk, die komt gewoon niet meer buiten. Daar gebeurt niks mee, laat dat rustig weten. Wij hebben kandidaten die in de thuiszorg willen werken, die dat leuk vinden om met het busje van het winkelcentrum die mensen op te halen. En hier bijvoorbeeld even een uurtje uit de roman voor te lezen, een kopje koffie te drinken, aandacht te geven. Dat hebben we hier ook. Ja, ik spelende wijs mensen uit die huiskamer te krijgen. Ja, zoveel mogelijk. En je ziet ook weer dat vrienden weer vrienden meetrekken, dus je stimuleert ook elkaar. Ik kon al, maar ik had een nieuwe laptop. En daar zo, daar kwam ik soms niet verder en dan wist ik niet hoe het moest. En dat hebben ze me daar geleerd. Dus ik was heel tevreden. Den Haag Cares, Den Haag Helpt, is een vrijwilligersorganisatie die actief is landelijk, maar ook in Den Haag. Die heeft richting VDZ het aanbod gedaan om de taalkursisten, die hebben meegedaan aan de winterschool, mee te nemen naar het Historisch Museum. Om Nederland beter te leren kennen. Integratie, participatie. Dus en in de doelgroep van John zit ook nog een Russische dame, die inmiddels begonnen is met Russische lesgeven hier. Dus er zijn mensen die zeggen van, mogen wij gebruik maken van dit huis? Dus als het met groei en economie en dat soort dingen te maken heeft, dan zeggen wij heel gauw ja. Het liefste hebben we de ruimtes altijd in gebruik. En het leuke is, als je dingen in beweging brengt, komen er weer andere mensen die zeggen, maar mag ik dat eraan toevoegen? Nu was er een dame die heeft een nieuwe laptop gekocht. Dat is meestal ook heel vaak een reden dat ze dus van les volgen. Dat klopt. Nieuwe laptop houdt meestal ook in dat ze een nieuw software systeem krijgt. Dus meestal is dat Windows 10. En voorheen was het Windows 8.1. En dan zijn er allerlei dingen weer anders. En dan weten ze niet precies waar welk knopje gebleven is. Dus we willen ze eigenlijk gewoon even up-to-date brengen met van nou, hoe ga je om met het nieuwe systeem, zeg maar. En dat ging goed. Zo'n winterschool heeft laten zien dat wij als stad en als gemeente Den Haag heel graag willen luisteren naar de stad en wat er leeft onder de bewoners in de wijk. En als er andere wensen zijn of andere ideeën heeft, kom naar ons toe, stap op. En dan gaan we samen kijken hoe we dat kunnen realiseren. Wij staan eigenlijk voor alles open, niet alles kan. Maar ook dit zetten we toch in, hoe Clemens al zei, een redelijk korte tijd beter te realiseren. Niet alleen met behulp van heel veel andere mensen, maar met vele handen maken licht werk. Ik ben echt ongelooflijk tevreden als ik zie wat hier de afgelopen periode binnen is gelopen. Eigenlijk was de organisatie niet meer te doen. We waren gewoon toch aan de late kant. Maar we hebben gewoon een datum geprikt. En ze hebben, we gaan dan beginnen. En toen zijn we eigenlijk achteruit gaan werken. Corine, kun je even naar voren komen? Want Corine verdient eigenlijk het grootste applaus, want zij heeft het feitelijk geregeld. Dus zonder haar was er geen winterschool geweest. Nee, en ik wil vooral even zeggen, dankjewel. Ik loop nu een half jaar mee met het wijkbedrijf. En in het begin merkte ik dat iedereen langs het raam liep, langs het wijkbedrijf. En nu we een beetje de winterschool zijn opgestart en ook hebben afgerond, staat iedereen opeens stil voor het raam. Dus we hebben ook best wel meer bekendheid gekregen aan het wijkbedrijf. En je allerlei initiatieven ondertussen, bedrijfjes boven, vervolgcursussen. Dus, en men weet ons niet te vinden. En dat is het belangrijkste. Ja. Ja, het is voor de wijk Mariehoeven. En dus we vinden elkaar. Dus ik hoop dat we ook weer een zomerschool gaan organiseren. Bedankt voor het komen en ik hoop dat u plezier heeft gehad in de winterschool. Een groene inktvlek om de deur uit te komen, zal ik zo zeggen. Ja, precies. Men denkt opeens van, goh, wat is er allemaal te doen in de wijk? Dan krijgen ze een flyer in de bus. En dan begint het, spektakel. Maar een leuke 3 weken met heel veel activiteiten. In het Haagse Gemeentemuseum waren we te gast bij de opening van de tentoonstelling van Jan Torp.
Mijn naam is Benno Tempel, directeur van het museum. En ik heet u van harte welkom hier op de persopening van de tentoonstelling Jan Toorop. Het is misschien een beetje vreemd om te zeggen, maar daar ben ik heel trots op. U zult misschien zeggen, dat bent u vast voor elke tentoonstelling. Dat is ook wel een beetje zo, maar in dit geval is het wel heel erg zo. Nou, ik sta hierbij met een trotse conservator. Eindelijk het kindje geboren? Ja, eindelijk het kindje geboren. En heel trots dat het in het gemeentemuseum is, want Toorop is Den Haag. En Den Haag is ook wel een beetje Toorop. Dus, we zien het ook, want het werk is eigenlijk gemaakt voor de zalen. De schaal en de maat van de schilderijen en de tekeningen. Het is allemaal zo natuurlijk, past het in elkaar. De Toorop tentoonstelling was weer hoog nodig. En als u hier zo door de tentoonstelling loopt, dan zult u allerlei stijlen zien waarin hij gewerkt heeft. En dan zult u misschien denken van ja, het was wel een kunstenaar die goed zijn ogen open hield en zijn oren open hield. En las wat er gebeurde in het buitenland en dat allemaal tot zich nam als een spons het opzoog en dan het weer verwerkte. Dat is iets wat op de tentoonstelling vind ik zelf heel mooi invoelbaar wordt. Je voelt de kwaliteit van zijn werk en je voelt ook heel erg hoezeer hij niet als naloper gewerkt heeft, maar als een van de aanjagers. We zijn dus heel blij dat we deze tentoonstelling kunnen organiseren. En dat het zo lang duurde heeft te maken met de kwaliteit van het werk. Het zit op allerlei plekken, maar ook vanwege het vele onderzoek dat er aan de grondslag lag. En we hebben dat samen gedaan met gastconservator Gerard van Wezel. Hij is zo'n 30 jaar al bezig met onderzoek naar het werk van Toorop. En dat gaat resulteren in een grote oeuvrecatalogus. Deel 1 is de catalogus van de tentoonstelling. En delen 2 en 3 die zullen nog volgen de komende 2 jaar. En daar staan dus alle tekeningen, alle prenten, alle schilderijen in vermeld. Voor zover die op dit moment bekend zijn. En toen Gerard van Wezel, de gastconservator van deze tentoonstelling en de grote Toorop-expert, 7 jaar geleden mij vroeg, zou je het leuk vinden om mijn grote Toorop-tentoonstelling in het gemeentemuseum te krijgen? Toen heb ik meteen ja gezegd. We hebben 7 jaar eraan gewerkt. Soms was het heel lastig, ook met elkaar, maar ook met het werven van fondsen of het realiseren van het hele project. Het is geweldig geworden. Jan Toorop was de belangrijkste kunstenaar in Nederland rond 1900. Samen met Van Gogh en Mondriaan, als je dat als een tijdsperiode neemt, behoort hij tot de 3 belangrijke internationale kunstenaars in Nederland. Gerard heeft samen met Hans Janssen, onze conservator, de tentoonstelling gemaakt. En ik ben daar heel blij mee, want als u zometeen door de zalen loopt, dan begint u, je zou kunnen zeggen, bij een soort Brusselse
periode waarin hij nog met paletmes werkt. Dan moet u even in het achterhoofd houden dat in Nederland op dat moment de Haagse school bonton is. Hè, en de navolgers daarvan de Amsterdamse school met Breitwein en Israëls. Maar dat Torop dan op een hele andere manier al bezig is. Hij is dan al echt in het internationale veld bezig in Brussel. Hij is dan nog een jonge kunstenaar. Zijn er ook dingen of schilderijen die u inspireren om dit te openen? Ja, nee, er is één zaaltje met schilderijtjes uit 1899. Die hebben echt als titel Eerste Nachtvorst, Zuidwestenwind. En dan zie je een zeegezichtje op het strand. Nou, die zijn zo fabelachtig mooi van toon en zo fabelachtig mooi van stemming. Of Stormachtige Zee, Noordoostenwind. En dat is fantastisch. Het is niet of je aan het strand loopt, het is het strand zelf. Je koopt een kaartje, je gaat naar het gemeentemuseum en dan kun je het in alle rust bekijken. Terwijl aan het strand waait de wind ook in je gezicht. Kunstenaars samen met Berlage die de Chrysanthemums, die gemeenschapskunst in Nederland ook propageerden. En we weten ook dat daar uiteindelijk al het mooiste van Mondriaan en de stijl uit voort is gekomen. Dus in die zin past dat heel goed hier in het gemeentemuseum. En wat ik ook leuk vind, er is ook weer een kinderboek bijgeschreven. Ja. Dat is leuk, want op die manier krijg je een nieuwe publiek. Nee, absoluut. En ik denk dat Torop ook gewoon inspirerend is. En dat blijkt ook wel. Kitty Crowther, een hele belangrijke kinderboekenmaakster. Engelse, die in België werkt. Die hebben we bereid gevonden om het kinderboek rond Torop te maken. Nou, dat is echt een fabelachtig mooi boekje geworden. Waar we ook buitengewoon trots op zijn. En we hopen dat er heel veel mensen naar het gemeentemuseum komen om daarvan te genieten. Maar dat het zo goed eruit ziet, dat is wel echt de kwaliteit van dit museum. 1935 gebouwd, maar door Berlage echt bedacht voor dit soort kunst, zou je bijna kunnen zeggen. En dat is, ja, ik vind het zelf echt een verademing om te zien. Ik ben heel blij met de Karel Appeltentas en dat hangt ook heel mooi hier. Maar dit hangt toch iets beter, omdat je voelt dat dit museum voor deze kunst gemaakt is. Berlage, toen hij dit ontwierp, had hij dit soort werk in zijn hoofd. En dat is een feest om dat hier te zien. Even doorheen gebladerd en het inspireert ook kinderen weer om te gaan tekenen, Zeker. Torop zelf was iemand die je tekenen niet kon laten. En ik denk dat er een heleboel kinderen zijn die je tekenen niet kunnen laten. En het schilderen niet kunnen laten, die de handen gewoon los hebben zitten. En die moeten allemaal gestimuleerd worden om dat zo lang mogelijk vol te houden. Want dat maakt het leven pas echt aangenaam. We hebben voor u nog een klein interview gemaakt door de reportersgroep uit Mariehoeve. Hey,
Hallo, hier is uw presentator. Ik ben Zeynep Palaf en ik ga vandaag Nida interviewen. Applaus voor Nida. Hallo Nida. Hallo. En hoe gaat het met je? Gaat goed, en met u? Ook goed. Ik heb gehoord dat je ver moest reizen. Ja. Waar woon je? Ursuland, Den Haag. Heb je broertjes of zusjes? Jammer genoeg heb ik geen zusje, maar ik heb wel twee broers. En wat zijn de namen van de broers? Walid en Faisal. Vind je ze aardig? Soms. Op welke school zit je? Leeuwerik Hoeve. In welke klas? Groep 6. Oh, jonge meid, hoe oud ben je? 10. Wat zijn jouw hobby's? Taekwondo, kickboksen, zwemmen en wat nog? Oh, voetbal. Ja. Ik heb ook gehoord dat je een dansje hebt. Ja, dat heb ik met mevrouw Shanti Reyes, met Zeynep Palaf, dus u, en met de Kelma Reyes en met Kouter. Hou jij van dansen? Heel erg. Ik heb het niet gehoord bij uw hobby's. Nee, dat niet, want dat is niet mijn liefste hobby's. Mijn liefste hobby's waren die andere vier. Dit was Nida Abali. Applaus voor haar. Doei! Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Haagse Dingen. Nou, voordat ik afscheid van u neem, wil ik u vertellen dat de eerstvolgende uitzending is te zien op 16 april. En deze uitzending staat geheel in het teken van de energiebeurs gehouden in het Haagse stadhuis. Nou, heeft u suggesties of ideeën? Laat het ons weten. Nou, bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Dag. Het Haagse leven, heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn.